vond het heel leuk. De mensen waren denk ik ook tevreden. En je ziet dat ze dat ook interessant vinden of een meerwaarde van zoiets in het parlement van binnenuit te kunnen zien waar we mee bezig zijn. Ik vond vandaag heel tof. Ik hoop voor de bezoekers, maar ook voor mezelf. Waarom? Omdat uiteindelijk ook ik veel heb bijgeleerd over het Vlaamse parlement. Ondersteund en gespraakt zijn door stevige pilaren, door stevige metaal en aluminiumwerk, maar anderzijds ook heel veel glas aanwezig om te nadenken dat de democratie ook doorzichtig en transparant is. Ik heb het heel interessant gewoon, heel verrijkend van een keer ook de werking van het parlement in, maar ook de locatie om eens een keer van binnen te bekijken. Hey, I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Uiteindelijk voor twee mensen die daar vrij druk bezig zijn, toch nog tijd vinden om de rondleiding te doen. En buiten het programma wat dat ze meekrijgen van het huis uit, toch er persoonlijk een aantal anekdotes kunnen erbij op vertellen. Dat vind ik toch een meerwaarde. Dat is Chris Peters. Ja. Hier zit Ludo Sanne. De Ludo Sanne. Hier zit onze eigenste fractieleider, Sven Gats. En hier zit ons alleronvervalste Jan Heumans van de N-VA, fractieleider. En ongeluk komt nooit alleen, want wie zit er naast onze Jan? Philippe de Wijn. Ja, kijk nu vooral Freek Waad en Freek Waad. Nee, wie zit er daar? Ah ja. Ons Marleen van der Poorten. Maar ja, ze heeft zich niet gesproken. Ja, ik denk dat de mensen er iets aan gehad hebben, ook omdat Annick en ik dat samen gedaan hebben. En ja, hoe moet dat zeggen? We hebben uiteindelijk toch wel een beetje ook informele toelichtingen gegeven die je waarschijnlijk van een officiële gids niet krijgt. Meneer Sven Gats heeft het woord. Waarom moeten wij zo hard werken op zo'n zonnige dag. Ja. Ja. Ik heb daar geen commentaar op. Met veel humor, dat past er ook wel even bij. En samen heb je een Fintje. Top, hè. Fintje is ook een top, maar dan. Dat is wel tof. Een beetje toch? Een beetje interessant? Of was het lang? Was het te lang? Nee, maar ik heb het opgeschreven. Ik kan het opnieuw. Nee.